Goedenavond en welkom bij de Poneel Flits. Met vanavond onder meer aandacht voor Sylvana Simons, die opgelucht is nu de rechter de bedreigingen aan haar adres heeft bestraft. En ze hebben bij de laatste training van Dirk Kuyt. Maar we beginnen in Den Haag, want daar is met ongeloof gereageerd op het voornemen van de Amsterdamse politieleiding om een hoofddoekje toe te staan voor politieagentes. Nieuws uit Amsterdam, dan kun je er donder op zeggen dat er kennelijk iets geks is gebeurd. Maar dit is hilarisch natuurlijk. Nou, vind ik een heel goed plan. Alleen ze moeten dat doen in de hoofdstad van Saoedi-Arabië en niet in de hoofdstad van Nederland. Daar wens ik niet mee geconfronteerd te worden met agenten die dus reclame maken voor zo'n ideologie waar ik niks mee te maken wil hebben. Ik zie alleen maar nadelen, omdat die oren die werken niet adequaat. Het gaat niet goed. Ik weet niet wie dat geadviseerd heeft. Ja, ik vermoed wel dat ik het wel weet. Maar dan denk ik van ja, als daar de bereidheid om wel of niet toe te treden van afhangt. Ja, over wat voor motivatie gaat dat dan? Mevrouw Elatek heeft dit voorgesteld. Nou, overal waar mevrouw Elatek verschenen, sprake van wanbestuur en kosttekort. Maar ze heeft een nieuw baantje gekregen, heb ik gezien. 12.000 euro per maand. Ja, ze betaalt goed. Politieadviseur. Ik weet uit ervaring dat is meer dan een Kamerlid verdient. En als u een bon krijgt van een politieagent met een hoofddoekje? Nou ja, als iemand het recht heeft om een hoofddoekje te dragen als agent, om die manier reclame te maken voor zijn of haar ideologie, dan vind ik eigenlijk dat ik het recht moet hebben om te zeggen, ja sorry, je staat hier blijkbaar namens een ideologie, bekijk het maar met je parkeerbon. Ja, in Den Haag mogen ze het idee dan misschien niet direct zien zitten. De politiek in Amsterdam kan wel leven met het voorstel. Op zich vind ik dat helemaal niet zo raar dat we met elkaar praten of dat wel of niet zou kunnen. De scheiding tussen kerk en staat, die is er. Hoe ziet u dan de scheiding tussen kerk en staat? Nou, volgens mij bent u nu een opmerking aan het maken die weer de moslima en de religieuze mensen uitsluit. En dat moeten we ook niet willen. Wat bedoelt u? Nou, op het moment dat je zegt een tatoeage mag wel, maar als je religieus bent mag dat niet. Maar een uiting van de religiositeit mag niet. Ja, maar dat is de discussie die we moeten gaan voeren. Ja, dat vinden wij geen goed idee. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de politie neutraliteit uitstraalt. En dan is het van belang dat je niet dergelijke geloofsuitingen draagt. Nou, ik vind dat een agent vooral neutraal moet zijn. Maar dat ben je toch per definitie niet als je een uiting van je geloof doet? Nou, ik weet helemaal niet of de neutraliteit in het geding is als je een hoofddoek draagt. Maar dan nog, hoe ziet u dan de scheiding tussen kerk en staat? Ik moet er gaan. De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag werkstraffen tot 80 uur en boetes tot €450 opgelegd voor opruiing, bedreiging, belediging en discriminatie van Sylvana Simons. Mevrouw zelf is tevreden. Haar bedreigers overwegen beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De rechtbank heeft uiteindelijk 20 verdachten veroordeeld voor verschillende feiten, bedreiging, belediging en opruiing. Volgens de aanklacht ben ik verantwoordelijk voor de tekst dat voor de tekst van pak je koffers, want de woede van het Nederlandse volk is heel groot. En dat zullen we je betaald zetten. Maar wat bedoel je met dat zullen we je betaald zetten? Want dat klinkt wel redelijk dreigend. Ja, dat kan van alles betekenen. Maar ja, dreigend klinken, dat is hoe je het opvat natuurlijk. Maar je koffers pakken, dat kan ook als een aanbeveling gezien worden. Ik denk dat de rechtbank een belangrijk signaal heeft afgegeven als het gaat om grenzen aan wat acceptabel en toelaatbaar is. Heb je nu je lesje geleerd? Ik heb geen lesje geleerd. Wat zou ik hiervan geleerd moeten hebben dan? Wat zou ik niet moeten doen of wel moeten doen? Ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal, maar zeker ook de media, heel goed gaan nadenken over de verantwoordelijkheid die we dragen. En op wie doelt u dan nu? Ik doe onder andere op jou en je werkgever. De aanvoerders van 12 clubs in de Eredivisie willen dat er niet meer op kunstgras wordt gevoetbald. Niet alleen benadeelt het de spelkwaliteit en de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal. Kunstgras zorgt bovendien voor competitievervalsing. Kunstgras in de Eredivisie zou kortom verboden moeten worden. Ik heb mijn mening gegeven hoe verschrikkelijk wij kunstgras vinden. En dat het eigenlijk een smet is op het Nederlands voetbal. Wat zijn de grootste bezwaren tegen kunstgras? Nou ja, dat het niks met voetbal te maken heeft. In principe is het nooit het voetbal wat je zou willen spelen. Het ligt niet aan het kunstgras dat Feyenoord van Excelsior verloren heeft. Kom op zeg. Een club als Excelsior, had dat überhaupt nog in de Eredivisie gevoetbald als daar een gewone grasmat lag? Nee. Kunnen we dan stellen dat het een soort van competitievervalsing is? Vervalsing gaat ver. Matchfixing gaat ook ver. Maar, dat mag je niet meer zeggen, hè? Ja, dat komt door jullie, hè? Maar ja, misschien moet je anders straks twee competities gaan uitschrijven. De kunstgascompetitie en de gewone gascompetitie. Dus dat je twee keer. Dan heb je dan wel de mogelijkheid, weet je wel, dat je. Tenminste, dat is eigenlijk de beste oplossing. Dat zou je eigenlijk hebben. Dus dit is nu eigenlijk een voorstel aan de KNVB? Dat is mijn voorstel bij deze, inderdaad. Maak er een kunstgascompetitie van en een echte gascompetitie. Nou, bedankt voor de oplossing. Ja, bij deze. Nou, zijn we eruit.
Gisteren maakte Dirk Kuyt bekend een punt te zetten achter zijn imposante loopbaan. De 36-jarige Katwijker won zondag met Feyenoord het landskampioenschap en heeft daarmee zijn ultieme doel bereikt. Vandaag trainde hij voor de laatste keer mee met de selectie. Ik had het gevoel van dit is het moment voor mij om te stoppen. En ik heb mijn doel bereikt. Ik heb gewonnen met Feyenoord wat ik wilde winnen. Jammer, voor mij had hij nog een jaartje mee mogen gaan, toch? Dirk blijft bij Feyenoord, dus die zal wel aardig wat mooie tips geven. Eigenlijk kun je ook geen mooie afscheid nemen als dat wat zondag is gebeurd, toch? Nee, het is het mooiste wat mij is overkomen en natuurlijk de supporters. Heb u het feest een beetje overleefd de laatste dagen? Ik ben net pas wakker geworden na zondag. Je mist nu wel Champions League voetbal met Feyenoord. Hoe erg vind je dat? Ik denk dat het voor mij dit gewoon de enige echte juiste keuze is. Ook al is het natuurlijk heel erg moeilijk, want ja... Voetballen blijft gewoon mijn lust en mijn leven. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je natuurlijk naar boom.tv. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.